des juridiers Hila. In het café voelde hij zich nog prima. Maar o wee, toen hij weer terug was in zijn villa. Men heeft mij verzocht een enkel woord te spreken, ook namens de begrafenisonderneming, bij het heengaan van onze dierbare collega, eertijds aanspreker, de laatste tijd drager, Gerrit, Goedewijn Gerrit. Je hebt altijd in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Vandaag heb je je zin. Gerrit, meer als 40 jaar lang heb jij je beste krachten gewijd aan onze begrafenisonderneming. En een buitenstaander zal nimmer beseffen wat dat is. Iedere begrafenis weer op je paasbest. Iedere crematie weer op je asbest. Het is... De mensen hebben geen idee. De mensen vinden een dode eng omdat die niet beweegt. En jij zei altijd, kun je nagaan wat een engert het was toen die ook nog bewoog. Gerrit, bij alle droefheid die wij vandaag voorgeven, is er toch ook iets wat mij oprecht verheugt. Namelijk dat jij van ons twee het eerst bent gegaan. En als ik nou een ogenblik terug mag denken aan onze samenwerking, schiet mij speciaal te binnen het jaar 72... toen het zo vergemens druk was, dat we er per week soms wel vier moesten laten lopen. Het jaar 73 was het volstrekte tegendeel. De hele handel dreigde elkaar te storten. En hoe kwam dat? Autoloze zondag. Zwarte bladzij in ons bedrijf. Een dode boel, maar goed. En in datzelfde jaar, toen ze dan ook nog die autogordel verplicht wouden gaan stellen, ja. Toen moesten wij dus overwegen iemand uit ons midden te laten afvloeien. En dat is nou dus niet meer nodig. Het zal omtrent die tijd geweest zijn dat oma Stompwijk overleed. En opa, die had het in zijn bolle hoofd gehaald om alles buiten ons om zelf te organiseren. Had hij bijvoorbeeld een kist van de macro. Ja. Ja. Als je dat nog een kist wil noemen, tenminste. Als je even zo komt met je ellebogen, vallen de zijkanten eruit. En daar had hij bijvoorbeeld een grafsteen van de groothandel. En in die grafsteen had hij eigenhandig zitten bijtelen. Oma is ingeslapen. Wat heb jij er nog onder gezet? Opa is uitgeslapen. En toen het gerucht ging dat de baron van Swinde slechts schijndood was. Toen heb jij, Gerrit, nog onder de advertentie laten drukken. Na afloop, gelegenheid tot controleren. Maar ja, dat was een begrafenis, hè. Alles tot in de puntjes, eerste klasse. Maar ja, toen wij de rekening presenteerden, begon de fruile luidkeels te reclameren. En toen heb jij, Gerrit, nog de onsterfelijke woorden gesproken. Ja, fruile, het leven wordt nou eenmaal duurder. Ik dacht dat ik het bestierf. En toen het testament geopend werd, toen bleek de baron daarin te hebben laten beschrijven: ik vermaak mijn vrouw aan mijn broer. Maar de fruile wenste zich daar niet bij neer te leggen. En nee.
Fruilen zei meneer de notaris, ik vermaak mijn eigen wel. Dank u. Gerrit, we kunnen er lang over praten en we kunnen er kort over praten, maar één ding is zeker. Zuchten kan niet meer. En tot slot wil ik dan dit nog zeggen, Gerrit. Zoals je geleefd hebt, zo ben je feitelijk ook gestorven. Met tegenzin. Maar de naam Gerrit Goedewijn zal voortleven, want jij, Gerrit, bent geweest de oprichter van onze condoleancedienst. In navolging van de felicitatiedienst. Het was jouw idee, zwarte Volkswagen, twee van die gesluierde stewardessen erin. En die gingen dan op rouwvisite om enkele toepasselijke geschenken aan te bieden. Doosie met rouwkost. Zo'n pakkie met memento rijst. En soms ook een persoonlijke aardigheid. Ik weet nog, de weduwe van dokter Bol, die kreeg zo'n flessie, boldood. Tot besluit, een klein gedichtje, deze bloemen, aangeboden namens de collega's, bij wijze van condolians, ga nou weer terug naar het magazijn. Want goede wijn behoeft geen krans.